Pennis, coach van Dosi bij VV Den Helder. De koploper is in Barendrecht. Hoe gaat het met Den Helder? Lang geleden. Nou ja, 27 september was het volgens mij, de laatste keer. Dus het gaat op zich redelijk. Wat blessures. Maar ja, we zijn net zoals binnenland een maandje geleden begonnen. Of 6 weken geleden begonnen. Ja, precies. Je refereert al stiekem heel snel naar die datum 27 september. Uiteraard was hij bij ons een beetje gewist. De bekerwinst. Ja. Voelt het dan nog speciaal om eigenlijk in een nog legere hal terug te keren? Nee, het is niet speciaal. Het is gewoon, dat was één prijs en we zijn nu weer aan het focussen op de competitie. En dat is weer over drie maanden zijn we daarmee klaar. Dus. Ja, precies. En jullie hebben nu 4 wedstrijden gespeeld, alle 4 gewonnen. Ja. Dus jullie hebben iets minder wedstrijden te gaan. Hoe zie je de toekomst? Ja, het is, ik vind het heel lastig om te spelen. Omdat, weet je, als je buiten loopt en vanavond weer de lockdown eroverheen. Dus het wordt erger en erger, noem ik het maar even. Terwijl wij dan wij mogen. Precies. Ben ik uiteraard heel blij mee, maar het blijft een dubbel gevoel. Maar ja, weet je, ik ga wel gebruik maken van het feit dat we mogen. Ja, ja. Voor mij is het mijn avondje uit, noem ik het even, door te trainen en te kunnen spelen. Ja. Ja, en daar maken we met z'n allen gebruik van. Nee, dat is aan onze kant natuurlijk ook zo. Binnenland doet er alles aan om het coronatechnisch in ieder geval goed te regelen, ook voor jullie. Ja. Je had het over enkele blessures. Zijn er nog echt mensen niet bij vanavond? Iedereen kan wel spelen, maar beperkt. Beperkt, ja. Oké. Nou, dan gaan we het zien. Ik wens je succes. Ja, dankjewel. Coach Joost Prangeroy, we zijn er weer. Weer in de 3-sprong. Tegen Den Helder, wat gaat het worden? Weet ik niet. Ik hoop dat we winnen. Ja, dat is een makkelijke beantwoording van deze moeilijke vraag natuurlijk. Ja, gewoon een hele goede tegenstander. En die wedstrijden speel je ook graag. Dus. Ja, het zal nog niet het niveau zijn van play-offs natuurlijk, maar het is wel meteen om het echt hier. Ik bedoel, ja, het is een korte competitie. Ja, we willen ook heel graag winnen, zodat dan is de kans op thuisvoordeel gewoon groot. En, dus wat dat betreft staat er wel echt wat op het spel. Ja, de laatste keer toen hebben we niet gewonnen van ze. Daar refereerde coach Mario Bennis net al eventjes naar. Ga je dingen anders doen dan toen? Ja, zeker. Ja? Nou ja, goed, ik denk dat we sowieso een heleboel andere dingen hebben gedaan omdat het zo'n kort seizoen is. Dus we willen het zo makkelijk mogelijk maken voor de meiden. Maar wat we doen moet gewoon echt heel goed uitgevoerd worden. Ja, en dat kan je dan nog niet nu al 40 minuten verwachten. Maar goed, we willen gewoon elke wedstrijd langer goed spelen. En dat is het doel. Oké, heb je nog iemand in de afgelopen training gezien dat je zegt van nou Michel, daar moet je echt goed op gaan letten vandaag? Nou, weet ik niet. Ik vond Jamila een hele gretige indruk maken deze week. Dus ik hoop dat ze dat vandaag ook laat zien. Oké, we gaan met je meekijken en heel veel succes. Ja, dankjewel. 3 seconden te denken, maar balbezit is voor binnenland. Mismatch Eline, die wordt... Via Lisa, door en open 3 punten Malou. Ja, scoorde Malou. De Klein, 49-5. Een press was een... Mismatch van Eline. En de scoren, ja. Yannick van Veen. Ah, dan helpen deze balletjes er wel bij van Malou. Ja, ik denk de eerste voorsprong voor Winterland na de beginfase. 54-52. Meteen de stiel eroverheen. En ze heeft het. Dat kan niet missen. Ze heeft het. Ja. Ze heeft het. 56 van Veen. Helemaal 56-55. Ze bekennen dat ik misschien wel had verwacht dat Den Helder al wat verder was geweest dan ons. De ribpunt. Dat is isolation. Isolation, ja. Maaike, die komt naar de toe. Ah, oh, Malou mist nog een bal. Bakt de rebound en scoort. Maaike moet schieten. Doet ze niet. 3 punten bel van de Bos. Ja, oeh. Dat was iets verder. Die kwam ongeveer uit Den Helder, Leo. Ja, dit is het runnetje dat beslissend kan zijn. Gewoon 3 punten van bel van de Bos. Dames en heren. Timeout. Dit is wel heel dominant. Dit is wel heel dominant van Gabriel van de Bos. Oortjart bij Joost dat in. 3 punten. Ja. Dat is een mooie. Dit doet pijn in Den Helder. Dit. Yannick van Veen. Ja, inside. Femke Slim helemaal open. Too easy. Time-out voor binnenland. Time-out voor binnenland. Bijna 10 seconden vanaf. Oh, belangrijke 3 punten van Malou de Klein. Dit is gebeurd. Ja, binnenland pakt toch denk ik verrassend de wind. 77-71 hebben denk ik een hele goede wedstrijd gespeeld. Women of the match met 14 punten en 6 rebounds. Je had het vorige week ook al kunnen zijn. Vertel eens wat je vond van de wedstrijd. We begonnen niet zo sterk. Heel even dacht ik erover gaan weer een beetje bekerpraktijken uithouden. Want het is gewoon slecht beginnen. Maar we pakken ons snel genoeg en vanaf dat moment was het eigenlijk gewoon spannend. Ik denk dat we maximaal 10 punten misschien eruit gingen. Toen kwamen zij weer terug, dus het was niet safe tot aan de laatste minuut. We moesten gewoon vechten.
Ja. En op een gegeven moment zei ik vorige week ook al, je werd een beetje moe, maar je had ook een aardige tegenstander. Dus, Courtney Treffers, jullie waren een koppeltje op een gegeven moment. Heb je veel blauwe plekjes dadelijk? Ja, ik zei nog ergens bij een vrij worp tegen haar, ik zei tegen haar, want ik heb morgen echt een blauwe schouderswaaien aan beide kanten. Dus ja, was wel leuk even tegen elkaar beuken. Je kent haar natuurlijk goed, hè? En ze is weer beschikbaar voor het Nederlands team, dus dat is leuk. Volgende week Bemmel. Hoe gaan we daar van kunnen genieten van jou? Wat gaan we daar zien van jou? Ik hoop deze lijn gewoon door te zetten. We hebben gewoon goed met Lou en mij aan beide kanten dat we ergens een mismatch gaan hebben. En dat kunnen we tot nu toe goed uitspelen. We staan met het hele team lekker te schieten als het binnen niet gaat. Dus momenteel zijn we gewoon echt allround en overal gevaarlijk. Ja, je noemt Lou, maar Lou zei je inderdaad al, die kwam natuurlijk scorend echt even door. Maar ook Bel, die weer eens een keer, tenminste weer eens een keer, die op schot is. Hè. Vorig jaar iets minder geschoten, maar de afgelopen twee wedstrijden. Dus de gevaren komen nu van alle kanten. Ja, en ik denk dat dat de kracht is, want we hebben ook gewoon heel veel scoringskrachten bij ons in team. En als iedereen dat laat zien in de wedstrijd, ja, dan moeten ze gaan wisselen van we stoppen hier. Dan gaat hij zijn drietje schieten, dan gaat hij binnen posten. Ik denk dat dat echt onze kracht is, dat we overal iemand hebben staan. Okay, nou, dan gaan we het volgende week kijken. Bemmel heeft ook een livestream, dus dan checken we je daar. Een overwinning? Ja, terecht, denk ik. Ja, ik denk dat zeker. We hebben heel lang achteraan gelopen, achteraan gehuppeld om het zo maar te zeggen. Op een gegeven moment een mooie run geplaatst. En dan win je met 6 punten. Vooraf zei je, ik hoop dat we winnen. Nou, je hebt gewonnen. Waar werd de basis gelegd? Met werklust, denk ik. In de eerste helft, we proberen een zone, maar werkt gewoon nog niet of we zijn nog niet zo ver, laat ik het dan zo zeggen. We missen daar vooral eigenlijk heel veel rebounds. Ja, en we stonden bij rust 25-10. Ja, dat vond ik wel echt te veel. Die ploeg is gewoon fysiek sterker dan wij, dat weten we van tevoren, maar ja, dan is dit verschil te groot. Dus daar hebben we wat aandacht aan besteed en in de rust. En ik denk dat die meiden dat super goed opgepakt hebben en ik denk dat uiteindelijk het verschillende rebounds volgens mij hetzelfde gebleven in de tweede helft. En dan zie je wat er kan gebeuren. Ja, dat was ons ook opgevallen. Hè. Er werden echt ontzettend veel aanvallende rebounds weggegeven op een gegeven moment. Ja, meer aanvallende rebounds dan dat wij rebounds hadden in totaal bij de rust. Dus dat zegt wel genoeg. Ja, dus daar heb je op gecoacht. En dan zie je Marlou de kleine stralen met 24 punten. Heb je Gabrielle, oftewel Bel weer in de dubbele cijfers. En Jamila weer met een puik kapot. Dus de tweede achter elkaar. Je gaf vooraf al aan van nou, let maar op Jamila. Dat is waar geworden. Wie is het volgende week? Ja, ik weet het. Wie moeten we volgende week? Bemmel speel je uit. Ja, weet ik niet. Het is een typische wedstrijd voor, ik denk, Eline Kaasjes. Weet je, ik bedoel, we moeten gewoon wedstrijd voor wedstrijd bekijken. Ik ben gewoon heel blij met deze overwinning, maar ja, je zit gewoon in een proces. En dan is dit wel lekker natuurlijk, laat dat even duidelijk zijn. Maar never too high, never too low. Hè? Nee, heb je helemaal gelijk. Nou, volgende week Bemmel uit. We gaan zien wat het brengt en succes. Ja.